Logischerwijs dus voor deze Bonzagno. Het is hier op het Nederlands kampioenschap wel pas de tweede Grand Prix wedstrijd van Bonzagno. Opvallend genoeg. Heeft hem één keer eerder gestart in Vorde. Toen een ruime score van 75%. Een heel veelbelovend begin dus. Gisteren zijn tweede Grand Prix proef 72,7%. En vandaag dus zijn allereerste Grand Prix kuur op muziek. Diederik van Silfhout met Bonzagno. Pas 9 jaar oud deze Bonzagno, nakomeling van jazz dus. Maar wat een talent laat hij hier zien voor Piaf en Passage. Mooi uitgevoerde wisselserie om de 200 sprongen hier. Diederik van Silfhout en Bonzagno heel knap onderweg.
Oh, en daar hebben we een foutje bij het terugnemen uit de uitgestrekte galop. Groen daarvoor al om. Maar hij moest een overgang naar de draf maken. Eigenlijk tot nu toe de enige smet op deze proef. Verder ziet het er heel goed uit. Ja, absoluut een talent voor de toekomst. Hij is hartstikke blij, Diederik. Prachtige proef met zijn Bonzanjo hier op het Nederlands kampioenschap in Ermelo. En dat in je derde Grand Prix ooit. Eerste Grand Prix tour die Bonzanjo ooit gelopen heeft. En we al zo'n proef neerzetten. Nog heel goed op dit niveau. Maar het toont ontzettend veel aanleg. Zeker een paard voor de toekomst. Binnengekomen met nog twee combinaties te gaan in deze zware tour. Johan Rox en Freddy de la Fazenda. En dat is een afstamming van Floret As. Freddy de la Fazenda, Johan Rox. Ja, Diederik krijgt luid applaus hier vanaf de tribune terwijl hij langs de ring naar buiten rijdt. Bonzanjo vindt het allemaal nog wel een beetje spannend. Is dat applaus natuurlijk nog niet gewend. Sowieso een paard dat vroeger in de ring als jonger paard heel spooky kon worden. Erg snel, kijkerig, heel gespannen. Maar Diederik lijkt nu toch echt zijn vertrouwen gewonnen te hebben. We hebben trouwens een nieuwe leider in het klassement. Dat is Marjan van der Jacht en Radetzky. 71,875. En daarmee stoot zij Kirsten Bekkers en Brore West Point naar de tweede plaats. Ja, en hier komt nog even in de slow motion dat kleine foutje, denk ik. Wat Bonzanjo liet zien.